De media staan er vol van. Dalende koopkracht door stijgende inflatie en lage rente. Voor eerst een opfrisser. Inflatie. Wat was dat nu ook alweer precies? Simpel gezegd is de inflatie de gemiddelde prijsstijging van alles wat u en ik, de consument, kopen aan producten en diensten. Als de inflatie hoog is, betekent dat dus dat u met eenzelfde bedrag, bijvoorbeeld 100 euro, minder producten en diensten kan kopen dan voorheen. Het leven wordt met andere woorden duurder. Als de inflatie boven de spaarrente ligt, betekent dat bovendien dat elke euro die u spaart, daalt in waarde naarmate de tijd verstrijkt. Sparen kost u met andere woorden koopkracht en maakt u armer. Voor de coronapandemie was de inflatie op sterven na dood. Maar u heeft het wellicht ook gemerkt. Het leven is de voorbije maanden behoorlijk duurder geworden. En dat merken we in alles. Of we nu willen verbouwen, gaan tanken of een bezoek brengen aan de kapper. Zo steeg de inflatie in Europa recent tot 4,1%. In de Verenigde Staten lagen de prijzen zelfs 6,2% hoger ten opzichte van vorig jaar. Het hoogste inflatiecijfer in 31 jaar. Heel veel van de huidige inflatiegolf heeft te maken met, jawel, de coronapandemie. Aan de ene kant is de vraag naar producten en diensten de voorbije maanden fors toegenomen, nu de economieën heropenen. Daarnaast liggen de online verkopen die tijdens de coronapandemie reeds fors waren toegenomen, nog steeds zeer hoog. En tot slot bouwen de bedrijven hun fors gekrompen voorraden opnieuw op. Daarnaast blijkt aan de aanbodzijde het stilleggen van de economie veel makkelijker dan de heropstart. De ongeziene verstoring van de wereldwijde toeleveringsketens zorgde vorig jaar voor een fors tekort aan grondstoffen, onderdelen, maar ook arbeidskrachten. Gevolg: stijgende productiekosten en leveringsproblemen. Daarnaast betalen we in sommige sectoren, en dan denken we vooral aan de oliesector, de tol van jarenlange onderinvesteringen. Simpel gesteld is het dus een kwestie van vraag en aanbod. Het huidige onevenwicht tussen een sterk toegenomen vraag en een beperkt aanbod drijft de prijzen op, ook voor de consument. De huidige combinatie van stijgende inflatie en lage rente is geen cadeau voor de spaarder. Het spaarboekje brengt al jarenlang niets meer op. De stijgende inflatie zorgt er nu ook voor dat beleggingen in obligaties het verlies aan koopkracht niet langer compenseren. Wie dus de koopkracht van zijn spaargeld wenst te behouden, moet op zoek naar alternatieven zoals aandelen. De risico's van het beleggen in aandelen schrikken veel mensen echter af. Nochtans, met een correct risicoprofiel, een voldoende lange beleggingshorizon en een goede diversificatie, kan beleggen in aandelen interessant zijn voor iedereen. Bij Banque de Luxembourg focussen we bovendien op kwaliteit. Bedrijven met een gezonde balans en een competitief voordeel die in staat zijn kostenstijgingen door te rekenen. Beleggen in aandelen kan dus wel degelijk gemoedsrust brengen. Wie zich immers vandaag laat afschrikken door mogelijke verliezen op korte termijn, brengt mogelijk rendement op lange termijn in gevaar. Wenst u meer informatie over onze beleggingsaanpak of bent u helemaal overtuigd en wenst u uw spaargeld aan het werk te zetten? Contacteer een van onze private bankers.